We zijn vandaag bij de Hel van Rhenoy, editie 2017. En deze toertocht, die al jaren georganiseerd werd, werd verreden onder wat winterse omstandigheden. Het terrein was licht bevroren en dat was wel prettig voor de deelnemers, want modder, dat kennen ze al jaren en dat geeft veel overlast. Ruim 275 deelnemers hebben deelgenomen aan deze prachtige tocht rondom Beest. En ieder jaar wordt die weer opnieuw herhaald. Door de prachtige bossen rond Marienwaard, de dijkjes, alles zit in het parcours. En dat trekt ieder jaar heel veel deelnemers naar Rhenoy voor de Hel van Rhenoy. En daar blijven ze van genieten. Inmiddels zijn we aanbeland op het rustpunt bij de Hel van Rhenoy. Komen jullie ook uit een bos? Nee, we komen uit Waalwijk. Wolk? Ja, een wolk. Of Bezooien? Nee, Driessen. Driessen, oké. Ja, dan denk je, hoe weet hij dat, hè? Ja, nee. U komt ook uit Waalwijk. Nee, ik kom niet uit Waalwijk. Ik ben hier geboren in de Betuwe en ik heb er altijd gewoond, maar ik ken de omgeving wel een beetje. Eerste keer dat je meedoet aan de Hel van Rhenoy? Nee, vorig jaar ook al meegedaan. Toen was het een beetje modderiger, hè? Ja. Het is nu lekker harde grond, dus prima te fietsen. Ja. En je hebt ook een vrouwelijke renner meegenomen, zie ik. Ja, en voor jou ook de tweede keer? Nee, eerste keer. En hoe bevalt je dat? Ja, superleuk. Ja? Ja, het valt alles mee tot nu toe. Dus, Rij je wel vaker veldtochten mee, toertochten? Nou, toertochten hebben we nog nooit gedaan. Maar we doen wel zelf mountainbike routes. Drunense Duinen natuurlijk. Drunense Duinen, ja, daar kun je lekker fietsen, hè? Ja, zeker weten. Ja, je komt ook uit Waalwijk? Ik woon nu in Waalwijk, maar kom oorspronkelijk uit Erichem. Erichem. Ja. Ja, je ziet, ik ben overal bekend, hè? Dus je hebt hier nog familie wonen ook waarschijnlijk in deze omgeving? Ja, die doen ook mee. Die doen ook mee? Ja, die doen ook mee. Oh, die gaan we dan straks eens even opzoeken. Ja, dat is goed. Ja. Hoeveel kilometer rijden? Nu 25. Ja. En dat is best te doen, denk ik. Ja, dat is prima te doen. Ja. Even rust voor de fietsen. Ja, het is gelukkig een beetje hard. Het is niet zo zacht. Ik kan me voorstellen dat als het ontdooid is, dat het een stuk zwaarder is hier. Ja. Al bekend met de Hel van Rhenoy of de eerste maal? Nee, dit is de eerste maal dat ik hier rijd. Hij rijdt hier volgens mij voor de tweede keer. Ja, en dan weet je collega wel te vertellen dat het ook wel eens anders kan zijn, hè? Ja, nou ja, de vorige keer dat ik hier reed is ook een tijdje geleden. Was het ook zo als nu eigenlijk. Maar hier en daar een beetje ijzel, dus toen... Ja, dat is wel een beetje... Ineens op de neus, zeg maar. Maar nu gaat het goed, hoor. Ja. Ja. Je gaat straks richting Hel van Rhenoy. Dat is een van de leukste stukjes, denk ik, voor de renners, hè? Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ja, als dit de hel is, wil ik de hele hel. Wat is er gebeurd eigenlijk? Ja, het was wel een hele lompe inhaalactie van mijn kant. Ja, dat moet je niet doen hier. Dat moet je in de hel, moet je dat niet doen natuurlijk. Dat is niet slim. Pijnlijk? Ja, zeg je? Is het pijnlijk? Nee, ik denk dat ik morgen meer last heb, maar... Nou. We hebben ook nog een beer geschoten onderweg. Ja. Een bruine beer. Geen ijsbeer, hè? Achter op de fiets. Nee, een bruine beer hebben we geschoten. En een paar reeën, dus is helemaal mooi hier, hoor. Na het rustpunt wordt er op weg gegaan naar de Hel van Rhenoy. Het laatste stukje is verhard, maar dan gaat het gebeuren. Je ziet het hier al. IJs, sneeuw en de hel zelf 800 meter afzien. En wij kijken even naar een paar mooie beelden van deze 800 meter van de Hel van Rhenoy. En dan eindelijk even rust na die verschrikkelijke 800 meter van de Hel van Rhenoy. Maar het blijft oppassen geblazen, want het is overal spek glad.
De Scheve Toren in Acoria die wordt ook gepasseerd en grote groepen die gaan hier richting finish. Want het is niet zo ver meer tot aan de Betuwepoorten in Rhenoy. En daar wacht ze natuurlijk toch wel een lekker kopje koffie. Wat warmte in ieder geval, dat is nodig. En dan hier, de organisatie is op alles voorbereid. Zelfs drones waren er in de lucht. Als afsluiting worden gratis nog je fietsen even afgespoten.